ouderen zijn tevreden over hun seksleven. Ze kennen hun partner vaak al jaren, ze voelen zich veilig bij elkaar en weten goed van elkaar wat ze willen en voelen. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Ook als ze weinig of geen seks hebben, zijn ze daar vaak heel tevreden mee. Bij het ouder worden kan uw seksleven veranderen. Ouderen kunnen meer geleidelijk reageren op seksuele prikkels. Dat betekent niet per se dat de zin in seks, de manier van vrijen of de bevrediging minder hoeft te zijn. Seks op oudere leeftijd zal eerder gaan over ontspannen bij elkaar zijn, met veel aandacht voor elkaar, met aanraken zonder haast. Minder energie, verandering van belangstelling, heftige gebeurtenissen, maar ook ziekte en jezelf minder aantrekkelijk vinden, kunnen ervoor zorgen dat seks minder belangrijk wordt. Veranderingen in de hormonen kunnen er bij vrouwen voor zorgen dat de vagina droger blijft en geslachtsgemeenschap pijn doet. Bij mannen kan de erectie minder worden. De penis wordt minder hard en blijft wat minder lang stijf. Veel ouderen zien hun seksleven veranderen en vinden dat helemaal prima. Het kan ook zijn dat u last heeft van die veranderingen en wilt weten wat u daaraan kunt doen. Zet dan voor uzelf eens op een rij waar u last van heeft en wat u graag zou willen veranderen. Bespreek het met uw partner of met uw huisarts. Een goed gesprek kan enorm helpen. Soms zijn er ook praktische oplossingen, zoals een andere houding bij het vrijen, een glijmiddel, een hormooncreme of een erectiepil.